We hebben hier een speerman versus 6 holbewoners. Wie gaat er winnen? We gaan het zien, dames en heren. Ze gaan er op elkaar af. En oké, de speerman heeft er al eentje gekillt. Nice, nice, nice. En wat gaat hij nu doen? Ik denk dat hij dit niet gaat overleven. Nee. We moeten dit beter aanpakken. Kijk, we hebben hier 6 tegenstanders. En we kunnen in principe wel wat meer speermannetjes neerzetten. Misschien dat dit werkt, dames en heren. Laten we eens eventjes kijken. Want als al deze speermannen even 1 iemand killen... Ja, kijk, nu zijn er nog maar 3 over. Alleen... gaan jullie nog een keertje speer gooien? Ja, inderdaad. Doe maar. Heel goed. Hoppakee. Hoppa. En ja, kom op. Jullie kunnen dit overleven, jongens. Oh nee. Er is nog maar 1 in leven. En oh nee, dit gaat hij niet overleven. Weet je wat? We doen gewoon knuppels tegen knuppels. We hebben nu meer mannetjes dan de tegenstander. Dit moet wel gaan lukken, toch? Bam. Zieke slow-mo shots, dames en heren. En hoppa. 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 Zo, hé. Volgens mij gaan we dit gewoon winnen. Ik weet het zeker. Dit kan niet fout gaan, toch? Kom op. Kom op. Nee. Waarom verlies ik dit nou nog steeds? Wat is dit? Ik denk dat wat we moeten doen is gewoon 3 van deze mannetjes neerzetten. Die dan naar voren gaan. En voor de rest alleen maar speermannetjes erachter. En dit zou misschien nog wel kunnen werken. Kijk, dan gaan deze mannetjes eerst focussen op de holbewoners. En dan kunnen die speermannetjes gewoon lekker doorgooien. Dat lijkt me wel een goed idee. Hier, hoppakee. Ja, kom op. Dit gaat al beter. Dit gaat al veel beter. Het enige wat ik nog aan moet passen is dat er gewoon maar 2 speermannetjes zijn. En ietsje meer speergooien. Zo. Kijk, en wat ik natuurlijk ook kan doen is deze speermannetjes een stuk verder zetten. Waardoor ze nou eerst gaan focussen op deze knuppelgast. Sorry jongen, maar jij gaat het niet overleven. Kijk, en nu hebben deze speermannetjes ook veel meer tijd om te reloaden. En kijk, hoppakee, dit kunnen ze halen. Dit moeten ze halen. Kom op. Ja, let's go. Oké, volgend level. We hebben 10 speergooiers hier staan. En we hebben hier ook nog een poppetje die we nog niet hebben uitgetest. Dit is namelijk een protector. En wat die doet, die heeft een schild zodat er geen speren doorkomen. Of in ieder geval minder speren. Speren doorkomen. Dus laat ik deze maar gewoon een paar hier neerzetten. Dan zet ik hier achter gewoon nog eventjes een paar speermannetjes. En eens even kijken wat dit gaat doen. Hoppakee, kijk, ze gooien. En oh nee, die protectors doen eigenlijk helemaal niks. Kom op. En ze gaan gooien. Ja, dit gaat hartstikke fout. Kijk dan. Hier, hoppakee. Al mijn poppetjes zijn al bijna dood. Misschien moeten we gewoon alleen maar speermannetjes doen. Kijk, op deze manier. Hoppa. Oké, ja, de helft van mijn poppetjes zijn alweer dood. Misschien moet ik gewoon hier zo'n poppetje neerzetten. Hier zo'n poppetje. En dan hier helemaal achter gewoon een aantal van die speermannetjes. Zo, hoppakee. Eens even kijken wat hier gaat gebeuren. Kijk, hoppakee. Nu gooien ze al die speren gelijk op dat eerste poppetje, waardoor mijn poppetjes sneller kunnen gooien. Oké, dat was in principe wel een goed idee, soort van. Maar nu zijn ze allemaal dood. Ja. Kijk, wat ik natuurlijk ook kan doen, is gewoon een hele hoop protectors neerzetten. Weet je, ik ga gewoon eens kijken wat hiermee gebeurt. Misschien hebben deze poppetjes ook nog wel een goede aanval of zo. Kijk, ze overleven in ieder geval de speergooiers. Hoppakee. Kijk, oh, zij gaan gewoon slaan. Wow, yo. Kijk, ze gaan dan. Wat? Deze poppetjes zijn echt zwaar badass. Ze slaan gewoon met hun schild. En ze killen ook gewoon al die poppetjes. Dit is super chill. Maar ze hebben er nog 4 te gaan en ze beginnen met speren gooien. En ik hoop dat ze dit gaan overleven. Het zou mooi zijn. Kijk, ja. Tot nu toe overleven ze het gewoon. Hoppakee, kom op. Sla ze alsjeblieft allemaal in elkaar. Doe het. Ik moet dit winnen. Kom op, jongens. Kom op. Dit moet lukken. Oké, ze moeten er nog maar 2. Oké. En let's go. Oké, dit zijn de volgende vijanden. We hebben een tovenaar, een steengooier, een hele hoop van deze, holbewoners noem ik ze maar. En oké. We moeten even wat goeds gaan verzinnen. We hebben heel veel meer geld dan net. Dus ik denk dat die speergooiers gewoon wat chill zijn om een hele hoop te hebben. Maar weet je wat? Ik ga gewoon een klein rijtje met protectors doen. Dan doe ik van die speergooiers erachteraan. En dan doe ik hiervoor nog een paar van deze. En ja, die gaan gewoon als eerste dood. Dat lijkt me een goede opstelling zo. Oké, laten we eens kijken of dat dit gaat werken. Hoppakee. Oké, nice. Die eerste mage is al dood. Dat is top. Oh, wat? Dit is een zieke aanval die hij doet. Oh nee, dat had ik niet verwacht. Oké, let's go. Ja? Hey, dit gaan we gewoon halen, mensen. Dit was echt een topopstelling. Nog eentje te gaan en hoppakee. Oh, jeetje. Bijna raak en yes. Jeetje, we hebben hier echt een mega groot leger staan. Allemaal protectors met daarachter een hele hoop van deze mannetjes. Maar we hebben hier ook een stoner gekregen die we nou neer kunnen zetten. Dat is dit poppetje. Maar we hebben ook deze. En dit is natuurlijk dat poppetje wat echt een zieke aanval onder de grond door kan doen. Dus ik denk dat we deze gewoon zoveel mogelijk neer moeten zetten hier. Kijk, op deze manier denk ik gewoon dat het al moet lukken. Want als zij dadelijk een aanval doen, dan gaan al deze poppetjes hartstikke dood. Hier, kijk. Hoppakee. Er zijn er echt nog maar een paar over. Alleen moet er wel iemand weer even snel een aanval doen. Want ik weet niet of dat ze dit gaan halen. Ja, dit gaan ze gewoon keihard halen, joh. Oké, en we zijn hier weer bij een volgend level. En ik weet niet precies wat dit te betekenen heeft. Maar dit zijn volgens mij iets van boeren of zo. Ze hebben een hooivork bij in ieder geval. En hier hebben we echt ridders met een schild, lijkt het. Maar we kunnen dadelijk een mammoet neerzetten.
neerzetten, mensen. Alleen heb ik daar nu nog niet genoeg geld voor. Maar ik kan ook deze poppetjes neerzetten. Die zijn nieuw. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd wat die doen. Oké, ze hebben allemaal twee bijlen in hun hand. En oké, wow, yo. Deze poppetjes zijn echt supergoed. Kijk, ze gaan dan. Kijk, ze gaan dan. Hoppakee. Zonder moeite. Oké, we hebben hier een hele hoop vogelverschrikkers staan. Ik weet niet wat die precies doen. Maar we hebben hier ook nog wat andere poppetjes. En laten we maar eens even een goede opstelling maken. Oh, wacht, jongens. Ik heb precies 2200. En een mammoet kost ook precies 2200. Dit moet ik gewoon eventjes uittesten. Hoppakee. Oh, wat? Dit zijn mensen die gooien potions. Oké, dat is misschien niet zo handig. Laten we eens eventjes kijken. Oh nee, ik hoop dat mijn mammoet het gaat overleven. Kom op, hij heeft al deze poppetjes dood in ieder geval. Deze heeft hij nu ook dood. Nu moet hij deze twee nog. Ja, dit gaat hij toch makkelijk halen. Oh nee, hij is helemaal groen aan het worden. Hij wordt helemaal vergiftigd. Maar het is gelukt. Oké, hier hebben we een hele hoop van die vogelverschrikkers en een hele hoop boeren in het midden. Ik denk dat ik wel een goed idee heb hoe dat we deze kunnen verslaan. We hebben 2600. Dat is natuurlijk een hele hoop. Maar het lijkt me eigenlijk leuk om gewoon eens te kijken wat er gebeurt als ik een zo groot mogelijk leger van de goedkoopste poppetjes neerzet. Dus laat ik dit maar gewoon eventjes gaan doen. Zo, hoppakee. Kijk, zoals jullie zien, dat zijn een hele hoop poppetjes. En ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Kijk, ze lopen dan. Dit is net zo'n veldslag die je in zo'n film ziet. Oké, let's go. Het wordt gewoon één grote moshpit. Ik weet niet of dat ik dit ga winnen, hoor. Ik zie nu wel meer blauw dan dat ik rood nog zie. Eens even kijken. Nee, trouwens, dit gaat gewoon lukken. Hier, hoppakee. Bam, dit is de laatste. Alleen, ja, dit poppetje is heel goed beschermd, maar hij heeft het toch niet overleefd. Lekker, hoor. Oké, dit is apart. We hebben hier een aantal mensen staan met zo'n zeis. En deze poppetjes zien eruit of dat ze heel erg gevaarlijk zijn. Maar we hebben een hele hoop geld. Dus wat ik ga proberen is om deze poppetjes eens eventjes in te zetten. Kijk, dit zijn natuurlijk die poppetjes met die bijlen. En die waren toen net ontzettend sterk. Oh, wat? Er zitten nog allemaal poppetjes in het veld ook. Oké, dat had ik niet aanzien komen. Maar al mijn poppetjes zijn zowat vergiftigd. En dat komt door die achterste poppetjes daar. En dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Dus ik denk niet dat ik dit ga overleven, eerlijk gezegd. Oké, ja, er staan hier nog een aantal poppetjes. Hoppakee, die zijn dood. Maar als ze nog een paar keer vergiftigd worden, dan weet ik echt niet of dat ze dit gaan overleven, mensen. Het zou mooi zijn, maar ik weet het niet. Kijk, ze worden gewoon helemaal duizelig omdat ze vergiftigd zijn natuurlijk. Oké, die hebben we. En oké, die moeten we ook nog eventjes... Kom op, pak hem. Pak hem. Nee, wat gaat dit poppetje doen? Hij valt hier gewoon neer. Kom op. Je moet hem gewoon slaan. Inderdaad. Goed zo. En nu hebben we nog één poppetje. Oh nee, 2-1. Dit moet lukken, zou je denken, toch? Kom op. Bam. Hoppa. Oké, dit is interessant. We hebben hier een hele hoop ridders staan. En ik heb een hele hoop nieuwe poppetjes hier zo. En ik ben super benieuwd wat voor poppetjes ik allemaal heb. Oké, we hebben een halfling. Oké, dat is een heel erg klein poppetje. We hebben hier een farmer. Oké, die hebben we toen net natuurlijk tegen ons gehad. We hebben zo'n hooibaal. Nou, ook leuk. Die ziet eruit of dat hij goed beschermd is. We hebben hier zo'n poison gast. Ah, kijk, die vergiftigt dus al de mensen. We hebben een harvester. Die kennen we natuurlijk ook. En deze. Wow, dit ziet er heel erg vet uit. Wacht, ik wil even zien wat dit doet. En dan ga ik er ook nog eventjes één zo'n poison gast bij doen. En zo eentje. Ja, laten we gewoon maar eens even kijken wat hier gaat gebeuren. Jeetje, kijk dan. Deze gast met die kruiwagen is helemaal gek geworden, joh. Kijk dan. Hoppakee. Hij race er gewoon doorheen. Oh, nu zit hij vast met zijn kruiwagen. En volgens mij is het feest alweer voorbij. Ja. Dit gaat hem niet worden. Nee. Nieuw plan. Zoveel mogelijk van deze poppetjes plaatsen. Ja, dit ziet er echt uit als een topplan, toch? Ja, laten we eens even kijken. Ja, nee, trouwens, dit gaan ze nooit overleven. Oh, ze springen wel echt op al die poppetjes. Maar ik weet niet, gaan ze ook echt zo'n supergoeie ridder kunnen killen op deze manier? Nou, het ziet eruit van niet. Ik zie nog maar één dood riddertje op de grond liggen. En voor de rest zijn het alleen maar van die rode poppetjes. Nee, dit gaan we nooit winnen. Oké, maar we hebben hier ook van deze farmers. En dat vind ik misschien wel een beter idee om er even een hele hoop van neer te zetten. En weet je wat? Misschien moet ik eventjes een aantal van deze weghalen zo. Dat we wat farmers hebben. En dan zetten we nog wat van deze poison dingen neer. Ik denk dat dat wel een goede is. En dan zet ik nog even een paar farmers erbij zo. Kijk, oké. Laten we eens even gaan kijken wat hier gebeurt. Oké, nice. Ze worden allemaal vergiftigd. En deze poppetjes, die steken ze vervolgens dood. Oké, heel nice. Oké, ze worden weer allemaal vergiftigd. Maar mijn poppetjes zijn al zo goed als dood volgens mij. Ja. Ik weet niet of dat ze dit gaan overleven, mensen. Ik weet het echt niet. Maar het ziet er wel naar uit dat die vergiftiging heel erg goed werkt. Dus als ik dit niet haal deze ronde, dan zet ik dadelijk gewoon alleen maar van deze poison gastjes neer. Ik denk dat het helemaal geen kwaad kan. Volgens mij ga ik dit gewoon wel winnen. Gewoon met twee van die poison gasten al, hè. Deze dingen zijn zo overpowered. Oh ja, maar er is er nu wel eentje dood. Ja. Oké, leuk. Dit ga ik niet winnen. Maar dit gaat wel mijn volgende tactiek worden. Hoppakee. Ik ga gewoon eens kijken wat hier gebeurt. Vier van die poison gasten. Ik denk dat ze niet voorbij deze gasten gaan komen. Ik heb er vertrouwen in. Hoppakee. Bam, 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 bam. Oké, ja. Nee, laat maar. Dit is eigenlijk ook gewoon een heel slecht idee. Maar wat wel kan helpen is als we eventjes een aantal van
deze poppetjes neerzetten. En dan haal ik er even één weg. En dan ga ik nog wat meer van deze poppetjes neerzetten. Want dit zijn gewoon hele goedkope poppetjes die ze gaan afleiden. En ik denk dat dit wel zou helpen. Want dan zijn ze dadelijk druk bezig met deze poppetjes te killen. En dan kunnen deze potion gasten gewoon die gekke vergiftigingen op ze blijven gooien. En ik denk dat dat wel kan werken misschien. Ik weet het niet zeker hoor. Kijk, hier ligt er al eentje te creperen van de pijn. Hoppakee. Weg met jou. Dit zou gewoon nog best wel kunnen werken. Maar er zijn er nog best wel wat over. Dus ik hoop dat het allemaal volgens plan gaat. Kom op. Gooi. Oké, ze komen nu wel heel erg dichtbij. Oh nee, er is al eentje dood. Ja, en nu hebben ze zichzelf vergiftigd. Ja, dat is niet zo heel slim, hè, jongens. Wat kunnen deze poppetjes doen? Ik ben wel heel erg benieuwd. Oké, laten we eens even kijken. Deze kunnen er misschien wel... Wow. Ze swipen gewoon het hele slagveld leeg met deze dingen, joh. Dit is echt niet normaal, gek. Kijk dan. Dit ga ik gewoon winnen op deze manier, denk ik. En hoppa. Oké, deze zijn ook echt super OP. Even serieus. Hoppakee, 3-1. En ze hebben het allemaal overleefd. Oké, nu wordt het interessant. Want we hebben een hele hoop geld. Of ja, dat valt eigenlijk nog wel mee. Maar we hebben een hele hoop boogschutters hier aan de overkant staan. En we hebben ook een heleboel muzikanten staan. Ik weet niet wat dit te betekenen heeft. Maar we gaan het vanzelf even zien. Even kijken. We kunnen van die hooibouwgasten neerzetten. Dat lijkt me wel een goeie. Want die gaan ervoor zorgen dat er geen pijlen tegen de rest van de poppetjes aankomen. En eens even kijken. Wat kan ik dan nog neerzetten? Ik denk dat ik gewoon twee van deze neerzet erachter. En dan zet ik ook nog eventjes een aantal van deze farmers neer. Zo. En laten we maar eens even kijken wat deze opstelling gaat doen. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, ze gaan nu allemaal schieten. En oké, nou, dat waren de eerste poppetjes. Die zijn allemaal al dood. En oké, ja, ik heb het idee dat ik dit niet ga overleven op deze manier. Maar goed, oké, hij heeft er niet... Ja, ze schakelen wel snel mensen uit. Maar ja, dit gaat natuurlijk helemaal niet lukken. Want deze gast die wordt nou belaagd door iets van 20 pijlenboog mannetjes. Of gaat het wel lukken? Ze raken er namelijk helemaal geen. Ik weet niet wat hier gebeurt. En ik weet ook niet wat die muziekmensen allemaal doen. Maar die doen ook eigenlijk maar vrij weinig. Die staan hier gewoon lekker een optreden te geven. En voor de rest gebeurt er helemaal niks. En wat, er staat nog één boogschutter. En die wordt nou belaagd door deze hooibouwman. En ik vraag me nu af, hè. Gaat deze hooibouwman er echt voor zorgen dat nou al deze poppetjes gewoon hartstikke doodgaan? Ik ben echt benieuwd. Oh nee. Ga er nou niet achterna. Oh, hij gaat sowieso in het water springen of niet? Is het poppetje echt zo dom? Nee, hij gaat gewoon terug omhoog. Oké, nice. Alleen komt hij gewoon niet meer hier op dit bosje. Meneer, waar ben je mee bezig? Oh nee, dit gaat echt... Oh, dit gaat zo lang duren. In principe was het een goede tactiek. Maar we moeten eigenlijk wat anders doen. Want ik denk dat als we hier wat van die hele goedkope poppetjes voorzetten. Zo, op deze manier. Dat die ook al de pijlen op kunnen vangen. En dan hebben we geluk. Want dan kunnen we, als het goed is, een extra farmer neerzetten. En dan zet ik nog zo'n extra halfling neer. Ook nog. Hoppakee, kijk. Die zijn in ieder geval super snel. En eens even kijken. Oké, dat was misschien niet de beste tactiek. Maar laten we eens eventjes kijken. Hoppakee, die hebben we. Oké. Ja, dit gaat wel lukken, mensen. Ik ben er heilig van overtuigd. Dit moet lukken. Dit kan niet anders. Oké, goed zo. Kom op. Deze gast moet ze even neerswipen hier zo. Bam! Hoppakee. En kijk, we kunnen zelf ook spelen, dames en heren. Hoppakee. Jullie dood. En jullie hier mogen ook dood. Kom op. Kom hierheen. Hier komen. Bam! Hoppa! Kom op! Waarom gaan jullie niet neer? Wat is dit? Wat is dit nou? Oké, dat is één. En waar is de laatste? Oké, daar springt er één van de berg af. Ook leuk. Nou, die is er ook geweest. Maar hier staat er nog eentje en die springt er ook vanaf. En was dit hem nou? Ik weet het niet. Ja! Hey, let's go! Het is ook echt super vet dat ik gewoon zelf mee kan spelen. Oké, volgende plan. We hebben hier een hele hoop ridders staan. En we hebben hier een kanon. Oké, dat ziet er wel angstaanjagend uit. Ik ben heel erg eerlijk. Ik weet niet of dat ik dit ga overleven. Maar goed, laten we eens even kijken, wat was er net een goede tegen die ridders? Ik denk dat we sowieso wat van die poisoners neer moeten zetten. En trouwens, ik denk dat we deze eentje moeten plaatsen. Die moet dan gewoon recht op dat kanon afgaan. En dan zet ik hier eventjes een aantal van deze halflings hiervoor. Die moeten dan op de ridders afgaan om die af te leiden. En dan zet ik hier nog eventjes wat van die poisoners neer. En een harvester, dat kan ook nog wel aan allebei de kanten zo. Hoppakee. En dan zetten we hier nog deze neer. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Dit is echt een soort van mengelmoes van allemaal verschillende dingen. En mijn poppetjes zijn al gepoisoned door mijn eigen poisoners. Dat is ook minder. Kijk, ze weten niet meer wat links en rechts is. Oké, nee. Oh jee. Oké, kom op. Ze moeten even niet meer vergiftigd zijn. Dan slopen ze dit ding met gemak, mensen. Kijk dan. Hoppakee. Wow, yo. Dit poppetje. Hij vloog gewoon alle kanten op. Dit was echt een easy win, dames en heren. Maar nu hebben we hier een koning in het midden staan. En een hele hoop poppetjes hier op de achtergrond. En ik weet echt totaal niet wat hier gaat gebeuren. Dus wat ik ga doen, we gaan even een hele hoop dingen neerzetten. Ik denk twee van deze. Weet je wat? Ik zet er gewoon vier
van deze neer. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Let's go. En wat lijkt dat die achterste poppetjes de koning beschermen of zo. Oké, dat is heel erg apart. Maar ik heb er nu al een aantal, volgens mij, gekild, denk ik. Ja, en nu wordt de koning niet meer beschermd. En gaat dit lukken? Ga ik op deze manier de koning kunnen killen? Want hij ziet er wel heel erg sterk uit. Dit is ook wel een heel ver poppetje, moet ik zeggen. Oké, kom. Pak hem, jongens. Pak hem. Jullie zijn hiervoor getraind. Oké? Die kruiwagens hebben jullie precies voor dit moment gemaakt. Let's go. Er is ook echt iemand die de hele tijd stenen tegen die koning zijn hoofd aangooit. Maar ik heb geen idee of dat het nog ergens heen gaat. Want die koning die blijft wel gewoon steady doorvechten, zeg maar. Maar ik heb echt geen... Doet dit überhaupt damage? Oké, dit ziet er ook heel raar uit, meneer. Oké, die ging vol op zijn plaat. En ja, ik denk dat de koning dit gaat winnen, denk ik. Ja, helaas. Oké, ik vond het wel goed. Dus ik ga er twee laten staan. Maar ik denk dat deze harvesters gewoon het probleem gaan oplossen. Ik denk dat oprecht. En dan gaan we hier nog even een hele hoop van die halflings neerzetten. En ik ben gewoon benieuwd wat er nu gaat gebeuren, oké? Ik zou het echt niet weten. Hoppakee. Die kruiwagens die moeten even die achterste poppetjes pakken. En oké, dit ging niet zoals verwacht. Nee. Oké, ik heb een beter plan. Wat we gaan doen is we gaan deze poppetjes hier gewoon opnieuw neerzetten. Zo, hoppakee. Dan is het als het goed is zo dat ze misschien wat sneller geholpen worden of zo. Ik heb oprecht geen idee. Nee. Dit was geen goed idee. Ik moet er gewoon voor zorgen dat die achterste poppetjes zo snel mogelijk doodgaan. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Hé, dit is ook een optie. Gewoon superveel van deze poppetjes en kijken wat er gebeurt. Ik zou het echt niet weten, mensen. Laten we eens even gaan kijken. En hoppakee, moshpit. Let's go. En ik zie nu al superveel dode poppetjes hier liggen. Ik weet niet of dat dit het gaat worden, mensen. Ik hou goede moed, maar ik denk het niet. Ik denk het niet. Oké, kom op. Als ze nou gewoon eventjes deze ridders killen, dan kunnen ze daarna even die koningbeschermers even killen. Oké, ze hebben al een hele hoop ridders gekild. En kom op, nu moeten jullie op die achterste poppetjes af. Kom op. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon weg hier zo. Ik ga even deze poppetjes zelf... Hoppa, ik wil jullie killen, oké? Ik wil jullie killen. Jullie moeten dood. Hoppakee. Oké, deze hebben we nu allemaal gekild. Maar nu moeten we die koning nog killen. En ik weet niet hoe dat gaat werken. Maar goed. Oh nee, ik ben dood. Dat meen je niet. Maar er zijn er nog een paar. En nee. Dit gaat echt niet werken, dames en heren. Helaas, we hebben het weer verloren. Maar ik denk dat ik een goed idee heb. Ik ga één supergoed poppetje neerzetten. En dat gaat niet meer van deze worden. En dat poppetje, dat wil ik zelf gaan besturen. Dus dat ik eigenlijk zelf even ervoor moet zorgen dat die achterste poppetjes dood zijn. Zodat er zoveel mogelijk nog in leven blijven. Ik denk dat dat wel een goed idee kan zijn. Wat doet deze eigenlijk? Oh, deze heeft een hele hoop vogels. Oh, een vogelverschrikker. Ik had dit nog niet eens gezien. Oh, dit kan misschien ook wel een hele goede zijn. En laten we voor de rest maar eventjes een aantal van deze neerzetten. En dan nog zo'n vogelverschrikker. En dan zet ik voor de rest nog eventjes een hele hoop van deze farmers neer. En dan ga ik nu eens eventjes kijken. Oké, even kijken. Hoppa. Ik weet niet wat dit gaat doen, maar... Oké, ik ben nu een poppetje en ik ga al eventjes naar deze gasten toe hier zo. Jongens, hier komen. Hoppa, ik heb er even twee gekild. En jullie nog? Bam. Nu jij nog? Hoppa. Oh nee, ik ben de enige. Oké, er is helemaal niemand meer levend. Hoe kan ik dit winnen, mensen? Even serieus. Maar nu komen we in een level terecht waar we een hele hoop poppetjes hier zo hebben staan. En ook eigenlijk in een soort van stad zijn. We hebben hier namelijk mijn kant van de stad. En we hebben hier de kant van de tegenstander. En hier hebben we een hele hoop mensen met een schildje staan. We hebben speermannetjes staan. En het lijkt erop dat we nu bij het tijdperk van de Romeinen zijn beland. Dus dat is super vet. En ik heb 2100 euro. Oké, dat is nice. Die koning die was heel erg goed net. Dus ik denk dat ik die maar gewoon neer ga zetten. En om de koning te beschermen zet ik van deze healers neer. Die ik toen net ook tegen me had. En ik ben heel erg benieuwd wat hier gaat gebeuren. Ik ben oprecht heel erg benieuwd. Oké? Gaat deze koning al deze poppetjes kunnen uitschakelen? Ik ben oprecht heel erg benieuwd. We hebben wel een paar hele goede ridders hier zo bij de tegenpartij. Dus ik zou het echt niet weten, mensen. Oké, let's go. Bam, bam, bam. Dit is wel ziek. Dit is heel erg ziek. Ik denk niet, dit kunnen ze niet winnen, toch? Kom op. Het is een koning, hè? Deze koning die heeft veel meer vechttraining gehad dan al die andere poppetjes hier bij elkaar. En we hebben healers die ervoor zorgen dat de majesteit niet doodgaat natuurlijk. Dus dat werkt ook goed. Oké, kom op. Pak ze. Ja, nice. Oh nee, de koning viel. Hij moet er nog maar twee killen. Kom op. Ja, nog eentje. En hoppa, let's go. Willen jullie nou meer video's zien van dit spel? Laat het zeker even weten in de reacties. En klik zeker ook nog even op deze video, want deze video wil je niet missen. Deze video is namelijk superleuk. Dus waar wacht je op? Klik.